Jan Dulles, de getalenteerde zanger van 3ES, heeft recentelijk een opmerkelijke stap gezet door een prachtig appartement in Amsterdam te kopen. Dit nieuws volgt kort op zijn staaroperatie die onlangs heeft plaatsgevonden. Veel fans vragen zich af of deze aankoop betekent dat Jan Volendam, zijn vertrouwde thuishaven, gaat verlaten en zich permanent in Amsterdam gaat vestigen. Echter, de aanwijzingen wijzen er niet op dat Jan afscheid neemt van Volendam. In september vorig jaar trad Jan in het huwelijk met zijn vriendin Caroline, met wie hij drie kinderen heeft. Het nieuw verworven appartement in Amsterdam betreft slechts een tweekamerwoning met een adembenemend uitzicht over het ei. Met een woonoppervlakte van 50 vierkante meter, inclusief één slaapkamer en één badkamer, lijkt dit niet geschikt voor een gezin. Het appartement beschikt over hoge raampartijen, een luxe keuken en natuurlijk een balkon voor het nodige buitenplezier. Hoewel het een fantastische aanvulling is op zijn bezittingen lijkt het erop dat Jan dit appartement eerder als een investering heeft gekocht dan als een permanente verhuisbestemming. Het feit dat hij het appartement volledig met eigen middelen heeft betaald, onderstreept zijn financiële betrokkenheid. Het is duidelijk dat Jan Dulles zijn band met Volendam niet verbreekt. Hij bezit nog steeds een woning aan de dijk, wat suggereert dat Amsterdam mogelijk slechts een extra pieter is. De vraag blijft of Jan af en toe in de bruisende hoofdstad zal vertoeven, Wellicht voor professionele verplichtingen, terwijl hij zijn wortels in Volendam behoudt. Al met al lijkt Jan Dulles zijn leven te verrijken met deze vastgoedaankoop in Amsterdam, maar Volendam blijft ongetwijfeld een essentieel onderdeel van zijn thuisbasis. De toekomst zal onthullen hoe hij deze twee plekken in zijn leven harmonieus weet te combineren.